schouder wat eruit heeft. Dan ga ik nu even in het warme bad. Ja! Ja, ik vind het een leuke match. Ik denk een spannende match. Het zijn toch twee contenders. Ik moet natuurlijk voor mijn teamgenoot Curtis gaan. Het is in een hele sterke shape. En ja, Volkov, sterke jongen ook, maar ik denk dat hij tekort gaat komen tegen Curtis. Curtis kan staand knokken. Hij is groot, hij is sterk, hij is fit, hij is atletisch. Verder, ja, hij combineert het goed met zijn worstelen. Dus hij is een perfecte sparringspartner voor mij. Want hij zet iets op tafel waar ik zeg maar wat nieuw is voor mij. En ik denk dat wij op die manier elkaar goed prikkelen. Want ik heb natuurlijk mijn staande en mijn ervaring. Hij heeft zijn worstelen. Want toch ook zijn staande. En telkens komt hij weer met nieuwe dingen. Dus hij vernieuwt zichzelf. En ja, dat doe ik ook. Dus ik denk, ja, wat Volkov betreft, Volkov heeft inderdaad zijn striking. Ik denk niet dat hij het worstelen heeft op dit niveau om het voor Curtis van zich af te houden. Curtis is een leuke gozer. Hij is positief, heel beleefd, heel rustig. Ja, eigenlijk mijn beste sparringspartner ooit. Ik heb nooit oneenigheid met hem. Hij is altijd in de gym. En uit de gym meteen, als de training is afgelopen, is hij meteen weg. Hij is meer een jongen die... hij heeft een dochtertje nu, dus hij is een beetje met zijn gezinnetje. Ik denk dat hij een beetje gamet. En voor de rest doet hij niet zoveel. Hij is best gefocust op trainen. Na de wedstrijd is hij meteen weer in de gym. Om mij bijvoorbeeld te helpen voor camp. Ja, dus hij is wel heel gedreven. Hij is wel heel gefocust. En hij doet niet zoveel andere dingen. Hij is niet zo van het bling bling, hij is niet zoveel van het reizen. Ik ben nog wel eens een beetje naar Thailand en dan nodig ik hem uit. En dan, Hij wil gewoon lekker thuis gamen, trainen en zijn gezin. Dus hij is heel dedicated wat dat betreft. Hij is zeker een contender. Kijk, hij is nu, wat is het, 29, 30, 31? Dus volgens mij is hij 30 of 31. Dus he's coming up there. Hij wordt steeds sterker, steeds fitter, steeds beter. En ja, hij zou eigenlijk nu al voor dit titel kunnen vechten. Hè? Het zijn zeg maar 5 tot 10 jongens die, die voor de titel kunnen. Hij is er één van. Ik vind Volkov goed. Ik vind hem agressief. Ik vind hem gebruikt zijn lengte goed. Taaie jongen, hard. Mentaal ook hard. Ja, weet je, heeft ook alles in huis om in die top 10, zeker in die top 5 door te breken. He? Dus ook zijn leeftijd heeft hij mee. Het ziet er goed uit voor hem. Ik kon zelf niet vechten. Ik moest even rust nemen na mijn laatste pot. Even terug ook in Nederland, even quality time hier. Dus ja, wij gaan weer augustus of september geboekt worden. Dat zal de komende 1-2 weken rondkomen. En dan gaan we weer gewoon focussen op ons eigen. Ik weet nog niet wie de tegenstander is. Maar ja, Derrick Lewis had een optie kunnen zijn. JDS had een optie kunnen zijn. Die namen werden ook al... maar ik kon niet eerder vechten. Als iemand mij met een concrete aanbieding kwam van ja, we hebben Derrick Lewis 15 augustus, nou goed, we kennen mij wel ondertussen dat ik geen 9 zet. Goed, ik wil gewoon knokken, dus, maar wel op mijn eigen timing. Na een wedstrijd moet je altijd even genoeg tijd nemen voor herstel, dat is heel belangrijk. Ook, dan hebben we het over lichamelijk, blessures, mentaal, trainingskamp, ook supplementen, dingen. Je lichaam moet weer even tot rust komen, want je kan niet altijd de boog gespannen houden. Als zij komen met iemand, ja, dan gaan we gewoon rustig kijken en dan waarschijnlijk doen we het gewoon. Dus als zij bijvoorbeeld komen naar jou... Het is niet multiple choice. Nee. Het is gewoon, hey, we hebben die en die voor je, dan en dan. En dan, ja, of het komt uit of het komt niet uit. En als het uitkomt, dan zeg je ja. En als het niet uitkomt, dan zeg je nee, want ik heb een blessure of ik moet iets meer rust hebben of wat dan ook. Nou, UFC doet niet zo moeilijk, wat dat betreft. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.